voel nog een piskoor. Die week 4 in de documentaire in Duitsland. Die lijn nog bij Jan in de auto. Oei. Wow! Tjusti! Ja. Een hele grote 8! Dat is wel mooi, hè? Dat is wel mooi, hè? Ja. Ja. Hoe maakt het dan, jongens? Vertel. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Ildo maakt een mooie kleurplaat. Van waar maak je stil dan? Van opa, hè? En ik zal nog even een wasje opvouwen en nog even het planbehoed aanpassen. En dan gaan we aan zijn via Burgen. Daar gaat Ildo even naar opa en Peppa. Ken ik even naar Ljout, want ik ga daar een oerles. En daarna zullen we even naar Drachten together, hè? Even wat bij opa en Peppa eten en daarna zullen we even naar Drachten. Want we maken nog een cadeautje op Helly van Renzo, die is als jullie, hè? Dus dat een beetje op de planning van je wordt. Ik zou zeggen, via het netten. Oh, ja. Yes. Nou, neem meteen opvouwen. Maar ik wil allemaal even een of twee dingetjes kleuren. Dat wil ik wel. Wietje is net op wit, toch? Wietje? Ja. Nee, toch? Dat is dan net handig. Chuck niks van, man. Ik wil wel mijn. Ik wil de luchtbeltjes worden, man. Blauw. Aha. Dat een goed idee? Ja. Nou, via het netten abonneren en te liken. En ik ben benieuwd. Bye bye. En zie ik dit luchtbeltje ervan? Een zegen, dat kan hier niks jongen bij je Ecomare, hè? Ja. Ik neem hier de was van Broekster Boys, hè? Van de jongens. Ja. Ja, ja ik ben echt een voetbalman, hè? Ja. Zaken die hier van de week een oefenwedstrijd zien, J.O. Over. Zaken ze het zelf in J.O. te zien. Maar hier zijn we een oefenwedstrijd om te zien. Nou, een beetje netjes te chit. Hier zijn we een oefenwedstrijd om te zien van, nou. Hoe werkt dat? Want dan is het veel grutter en we hebben wat orenregels. Maar dat is hartstikke best, dus dat is wel mooi om te zien. Ik wil als je wil, hartstikke oranje. Hartstikke oranje. Zie. Oh, geel. Dat vind ik wel mooi. Ik doe voor het pakketje. Ik wil al je raaiers. Als je even zien. Een hele mooie gele stut. Zo deze er wel, hoop ik. Dat vind ik wel mooi, ja. Spinnenlijntjes zoeken, hè? Hey. Toch? Ja. Helemaal. Ja, nou, dit is wel makkelijk, want ze hier vorig die pakjes op maat en noemer. Maar deze pakjes zijn alle en dezelfde maat en geen noemers. Dus het ging gewoon alle jaar past het beeld voor. Dus dat maakt het wel wat makkelijk. Anders moest ik dat altijd doen. Bietje! Oh! Wow! Nou, nog deze. Ja, beetje tussen de lijntjes, hè? Dat kist toch wel, dat weet men. Azaak is de liefste van het veld. Die keer eigenlijk wel in zwemmen in dit pakje. Maar ik zei ze maar. Nou ja, vooruit. Die zit zelf in. Nou, 100. Ja, 134. Dit is 164. Dus ja, hij past er wel in. Letten we daarop horen. Maar hier zit ik niet van de liefste. Dus, ja. Zo, en als Ivan en Rolf Jan, die hebben een kop grutter. Als hem doet, dat past wel. Maar het is bij hem kantje boord. Dus je hoort eigenlijk altijd shirt bij de broek uit, maar dat zaken dan dat je het broekje net mee. Dus je had altijd shirtje bij de broek in. En de keeper, Mila zijn pakje. Is die van zaken? Nee, dit is van Milan. Milan is de keeper, toch? Ja. Zo, dikke stapel, hè? Van alles? Ja. Kijk, dit bij mij. Sneu. Voor de wedstrijd op Ameland. Zaken met Ameland voorbij. Ja. Ja. Ik wil met mijn Ildo net maar. Het wordt heel vies waar. Ik zou het nou lekker waar, dus ik over mijn naam. Maar het wordt heel vies. En het is echt net zo dat we die dice blauwe kennen, want Zaken had medisch een jeertje feest. Dus ik zei je dan. Maar wie is al kleur? We zien hier nog, toch? Dat is toch nog een andere kleur nog, dus. Want toen had alles blauw en green. Dat is nog niet een andere kleur. Oranje of zo. Maar man, hebben we eruit heel je tank en oprollen. Mooi tape erop. Ik ken mijn opa. Maar die hebben we zien, een mooie kleurplaat, Ildo maken ook. Maar ik ben nog bezig. Ja, ze is nog bezig. Heel mooi, meid. Is het begintje, Fina? Die is wel mooi, die tape, hè? Oh, maar er is een opstinting voor opa. Voor. Opa. Van? Ilda. Ik ben aan met de begintjes. Zie ik mijn opzichtje? Hier is het kindje. O ja, zet ik hem. Wat?
ontbijt? Nou. Wat zit de kist aan op haar dagkleur? De knopen zelf, ik neem kleur op achterkant, hè? Ja. Kijk dat. Ben je klaar? Ja. Oké. Wij gaan op. Nee. Opa en Beppe. Nou, ik ga Ildo bij opa en Beppe gebracht. Ik zit nu naar de omroep. En dan aanstaan gaan we een broodje eten bij opa en Beppe. En dan nog even naar Drachten. Even shoppen, cadeautjes halen. Ga ik wel eens zien. Het is net echt waar om te shoppen, maar vooruit. Op naar de omroep. En ik ben bij de omroep. En ik ga hier een peteer met Lida Dijkstra. Want ik kreeg laatst al de vraag van hoe vier bist u mij die boek? Nou, die is vier in de kleer. Maar ik had toch Lida Dijkstra nog even vragen. Die er nog even van mij terughinnen wil. Want ja, dat is natuurlijk echt de bennenboekenschrijfster. Dat zij nog krijgt even mij mijn frisse blikken terughinnen wil. En dan zien we Joert dus even hoe haar, hoe en wat we dat, nou, hoe we dat sjuggen, hoe we dat verwachten. Dus ja, dus het boek komt er gewoon echt weer. Ik heb er zelf ook heel veel zin in. Maar natuurlijk ook nog printen bij maken worden. Maar ja, dat komt heel goed. Dus daar ga ik heel veel nog in. Daar hebben we een peteerke hoor. Nou, het zit net heel lang door je. Dus dan ging ik de naaiweb rond naar Burgum, Ildo op Helje. Oh, eerst nog even wat eten maar open beppen. En dan nog even lekker dracht in. Dus ja, dat op de planning. Maar eerst eens even het boek. Alle kleren. Ik zit op een hoer. Ik voer nog een piskoon. Die week vierten bij de documentaire in Duitsland. Die lijn nog bij Jan in de auto. Dus die neem ik mee. Het peteerke is super goed. Dus ja, Lida zit nog even kritisch naar het boek zien. Maar ik leer dat we er wel uitkomen. Dus dan kan aan de tekenaar er op mij aan de slag. En dan is het boek er. Super zin in. Nou, en ik ga nog even wat lekkers halen. Want we zullen eten bij open hebben. Dus ik ga lekkere puddingbrood halen. En nog even wat echte friske dumpjes. Nou, mijn lege hand omkomen vind ik niks aan. Dus, en ik hier zelf goed zin in puddingbroodjes. Dus, lekker, lekker. Yeah. Hier is een treintje maken, hè? Ja. Yeah. Met wie de trein hinnen? Naar Duitsland. Cool, man. Daar hier mama kwam. Mama, ik even in die trein west. Hebben we hier een lekker puddingbroodje hoor? Maar mama heeft van. Van mama haar werk weer naar Duitsland west bedoelst. Ja. Dat klopt, ja. Ja. Nou weer wie naar Duitsland, hè? Ja. In treintje. En nou gaan we om een cadeautje voor? Renzo. Pieken op naar draag. Cadeautje voor Renzo. In de parkeergarage ben je, hè? Ja. En nou weet ik toevallig dat er een nieuw kunstwerk plaatst op het Raadhuisplein. En dat er nogal wat ophef weer van dat het verschrikkelijk weer of dat mensen het juist mooi voelen. Dus ik ben wel heel nieuwsgierig. Dus ik zal zien of we die aan even zien komen. En dan ben ik heel benieuwd wat ik ervoor vind, maar ik ben ook heel benieuwd wat Jim ervoor vindt. Dus een kunstwerk van Martin Winters. Ik ben heel benieuwd. Dank je. Oei. Daar ben we. En dan altijd goed is met Jerrit Kruiswerkstje. Oh, wow! Justy! Ja. Een hele grote 8! Ja. En die is maken van al je auto-onderdelen. Of de motorkap van een auto. Van auto's. Just dat? Ja. Wow! Wat vind je ervan? Mooi. Vind je het mooi? Wat vind je? Wat vind ik ervan eigenlijk? Hij is wel heel grut. Ja. Wow. Ja, maar ik vind het eigenlijk wel grappig. Ik geloof dat ik hem wel leuk vind. En de 8 van Drachten. Drachten, denk ik. Dus ja, ik vind het wel leuk. Maar let even weten in de comments. Wat vind jij ervan? Is het wat of is het niks? Het is wel mooi, hè? Dat vind je wel mooi, hè? Ja. Ja. Maar ze. Van Renzo dus een bal achteruit lezen litten. Ik kom wel opsturen litten, maar werk bij 6 euro. En ik denk, ach, dan maak je gewoon een shop met je van. Ik bedoel, dan qua benzine ben ik nog minder kwijt dan die verzendkasten. Ja, hier is het. En een bal van Cambuur, hè? Want hij is Cambuur-fan. Dus die leidt achteruit dat goed is. Zo'n op, helle. Echt een walhalle voor zaken, Hilda. Al je voetbalspul, hé. Was toen letterlijk op voetbal, Hilda? Ja. Snap ik wel. Maar als je me zo'n roze had, denk ik. Ja. Dat is de letter wat groter best. Nou, moest je de bal even ophellen. Oh, die is toch vet? Zullen we die wel mooi vinden? Hé? Ja. Ja? Mooi cadeautje, toch? Ja. Zullen we even zien? Het zijn leuke, coole sneakers voor die Hailey. Dit is die maat, Hailey. Wat vind je toch leuk? Nou, ik zie er net echt iets ertussen. Ik denk van, wauw, Hailey. Oh, die vind ik wel leuk.
Wat vies van dit zo? Jullie, vies van die? Nee? Misschien iets feller, hè? Dat is een beetje vele kleurs. Nou, zullen we even verder. Deze vind ik met hem op zich wel mooi, maar er zit weer een klittenbaan op, hè? Nou, maar mijn hielte, die vind ik wel... Bij mij handig met klitten, maar wel te fel. Hé, Jackie. Kijk net. Je bent nog heel leuk slaaf. Ja, een cadeautje. Ik ga nog een broek en een trui en een shirt. En dan zoenen we nog even een kleinigheidje verdienen, hè? Nog even een boatersboerdentje. Ildo, die gaat hartstikke nog door. Die ben ik al aan het allerlei met de telefoon. Ja, die had middags toch een slipknop nodig. Dus we doen nog even in je winkeltje. Maar je zijn wat leuks met ziekje. En dan gaan we aan zijn web rond. Nee, hoe is toch? Dat doen we. Ga je nog even een cadeautje zien. Dino's. Ark. Tja. Kun je het helpen? Wat lijkt het hier leuk? Of was er een knuffeltje, denk je? Of Jirre, my little pony. Ark. Ja. Dat lijkt me wel leuk, want de woest lessen hij het wel helpen, toch? Ja. Zullen we die eraan? Ja. Nou, krijg je zo dik, is toch hij het helpen? Ja. Goed idee. Tja, daar is de acht bij, hé. Daar is er weer. Wie wil lekker naar huis, joh? Kies toch lekker maar die aardbordje. Sesam open nu. Mag ik kaartjes kennen. Hallo? Doet hij net eten? Oh, kaartje maar eens kennen. Zullen we nou wel in mijn heel dan? Wat is de bankpas? Goh, hoe maakt het dan, jongens? Vertel. Kaart invoeren, waar? Oh. Nou, dat gaat ik wel lekker. Ja, druk maar in op een lift. Beetje, ja, druk. Goed zo. Nou jongens, het lijkt wel in of door doolhof van dat we binnenkomen, Maaien heen. Minion. Die. Ja. Dat ging net zo soepel, hè? Maar, doe acht. Tot de keer. En laat even in de comments weten, hè? Wat vind je hem van die acht? Ik vind hem wel cool, maar wat vind je hem ervan? Lelijk? Wat mooi. Zullen we even chillen terwijl we al je kocht haar? Hier doe je natuurlijk haar mooie arksetje. Deze. Een hamer. Ja, dat komt er. Een schroevendraaier. Ah, yes. Jeske. Jeske, wil je een kleedje? Toe. Hé? Hey, maat. Hoi. Tja. En een zaag. Jongen, jongen. Tja, dit is die erin te draaien. Is die erin te draaien? Is die eronder draaien? Is toch hij het naar je doen? Goeie beschouwen, zaken. Goed. Mooi, mooi. Tja, wat een paar ruimte op pakken. Wat een cadeau. Wel leuk. Zo mooi, toch? Ik zie nog een naaie broek, Helen. Voor mij? Nee, dat was net al een eigen voor je kring, toch? Nee. Yes, oh, die is leuk. En nog een... Daar had schroefjes in. Ja, ze had uitgezocht. Je mag een cadeautje zien. Wat gaat dat op die neus? Oh, een beetje drek op een neus. De trekker in die neus. Je echt? Ja. Oh, tja, deze, shirtje. Golden Days, Love and Dance. Oh. En een trui, lekker warm. Vies van Sjaak. Ja, ja, dus eigenlijk... Nee, welke snap knippen? Zullen we ze hier blazen? Ik zit met pakken. Ah. Ja, blijf je maar in. Nou, pak nou maar in. Pak ze er al je maar in. Lekker mooi. Goed voor mij. Ho, dan kun je maar de knip doen. Ja, tegen de oren. Ja, tada. Tja, ideaal. Jongens, van de morgen ben ik een bij de Omroep West. Gaan we even een parteer horen over het boek. Nou, daar zitten vorderingen in en het, ja, het belooft een heel mooi boek te worden. Dus dat had ik wel nog zien. Ik ben naar opa en Beppe West. Daar gaan we een lekker puddingbroodje horen. Pudding, ja. Ja, jammer joh. Ja. Zijn bal en Ildo en ik gaan even lekker te shoppen West. Ildo had aardig uitzocht. Ik heb het naar je clean, dus... Al met al een prima dag. En we hadden nog die mooie acht daar op dat raadhuisplantje om bedrachten. Let even weten. Vies toen nou echt zo lelijk dat de meeste succes? Of zei het van, nou, oh, vind je maand wel cool. Let het even weten. Ik zou zeggen, voelste dit nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauw toemkom omheen en via het net de chill app te downloaden van die tablet en telefoon. Ont naar je chitvlog. Hey hoi. Hey hoi.